Ik ben hier bij het ministerie van VWS om met de minister te praten over Health Valley Event. Waar we gaan praten over versnelling van innovatie. Het is nog pikdonker buiten en ik ben veel te laat. Dus ik ga er als een spikker vandoor. Excuses, ik ben een beetje aan de late kant. Ja. Geeft niks, welkom. Goed om u weer te zien, zeer veel dank. Nou, minister Schippers, de eerste vraag die ik voor u heb is een hele persoonlijke. Wat is in uw persoonlijke leven of uw leven als minister van Volksgezondheid de belangrijkste innovatie geweest die u heeft mogen meemaken? Ja, dat is toch als minister. Dan heb ik gezien hoe het mogelijk is dat iemand op afstand werd onderzocht door zijn arts. In de ogen werd gekeken, in de oren werd gekeken, naar de longen werd geluisterd. Waardoor je eigenlijk los van tijd en plaats niet alleen kan praten met je arts door middel van e-mail, maar ook gewoon onderzocht kan worden. En dat staat voor mij toch wel symbool voor een enorme revolutie die de gezondheidszorg in mijn ogen zal ondergaan de komende jaren. Vandaag is natuurlijk een belangrijke dag, het is Health Valley Event. Wat zou in uw visie Health Valley kunnen betekenen voor het ministerie van VWS? Ik denk dat innovatie is ontzettend belangrijk dat je samenwerkt. En ik ben ervan overtuigd dat als wij in Nederland de samenwerking tussen het bedrijfsleven, de wetenschap en de overheid niet sterker maken, dat we die slag gaan missen. En natuurlijk weet ik dat je daar hele strakke grenzen moet hebben, randvoorwaarden. Ieder heeft ook eigen verantwoordelijkheden. Maar als we die samenwerkingsslag niet maken, en we zijn er wel mee begonnen, maar volgens mij staan we nog wel een beetje aan het begin. Dan gaan we die boot missen en dat zou ik voor Nederland niet willen. Nee. En Health Valley heeft alles in zich om die slag wel te maken. Ja, het is eigenlijk een soort datingbureau in de zorg die publieke en private partijen met elkaar probeert samen te brengen. En wetenschappers. En wetenschappers, ja. En als je die samenwerking, dat is een enorme kracht. Ik heb het wel eens gouden driehoek genoemd, ja, dat zo heet wel meer dingen. Maar ik denk dat is een enorme kracht die je moet gebruiken. En ik zie dat ze het in delen van de wereld gebruiken. Ja, daar gaat het echt als een speer. Ja. Dus wij moeten daarop zien aan te haken als Nederland. Wat u daar zegt is denk ik heel terecht over die samenwerking tussen publieke en private partijen. Nou, daar staat nieuws natuurlijk nu bol van, het topsectorenbeleid. Hoe kijkt u daar vanuit het ministerie van VWS tegenaan? Ik denk dat het noodzakelijk is om de slag niet te missen. En dat dus een hele belangrijke ontwikkeling is dat we die samenwerking echt aangaan en ook verkennen hoe we daarmee elkaar veel sterker kunnen maken. Ja. Bent u bang dat wetenschappers erbij het onderspit gaan delven? Want economische activiteit en kostenbeheersing staan toch wel centraal. Er zijn natuurlijk wel mensen die zeggen, ja, dat gaat ten koste van goed wetenschappelijk onderzoek. Ja, maar ik denk dat je in die samenwerking wel goed je randvoorwaarden moet stellen. Ik vind het dus ook heel belangrijk dat als wij wetenschappers ergens bijvragen en als die een samenwerkingsverband aangaan, dat ook helder is waar hun belangen liggen, waar zij eventueel belangen in hebben. Dus we moeten heel goed dan ook de randvoorwaarden definiëren. Maar als we het niet doen, dan missen we dus de kennis uit een van die poten. Ja. Ja, en ik merk gewoon dat je daarbij, je krijgt het dan dus niet van de grond. In ieder geval niet snel genoeg van de grond. Nou zitten we in een tijd van bezuinigingen. We hebben net weer gehoord, er moeten miljarden gekort worden. Hoe kunnen we nou toch in dat klimaat van bezuinigingen innovaties in de zorg tot stand brengen? Ja, het is een beetje moeilijk in de gezondheidszorg, omdat we dan altijd denken, als we iets nieuws doen, moet er geld bij. Ja. Maar als we iets nieuws doen, dan laten we ook oude dingen. En dat geld wat we aan die oude dingen besteden, dat moeten we in die nieuwe dingen gaan stoppen. Dus het is bij de gezondheidszorg te vaak dat we dingen stapelen en eigenlijk komen innovaties daar niet echt mee van de grond. Soms is het ook wel eens zo dat crisis kent ook zijn kansen. Dan moet ik één ding zeggen, in de gezondheidszorg is nog helemaal niks bezuinigd. Deze kabinetsperiode groeit de zorg met 25%. Nou, als u weet hoeveel de onderwijs blijft gelijk, defensie moet inkrimpen, cultuur moet inleveren, natuur moet inleveren, de zorg stijgt met 25%. En in de zorg gaat het, zoals u weet, altijd om hele grote bedragen, 15 miljard extra. Wat er uit de onderhandelingen komt, kan ik niet op vooruit lopen. Maar het idee dat je in schaarste misschien inventiever bent en creatiever bent en meer gepusht wordt naar oplossingen waar je eerst misschien helemaal niet aan gedacht hebt. Ik denk dat dat voor de zorg in dit opzicht helemaal niet slecht zou zijn. He, dus ik denk echt dat wil je in de gezondheidszorg dat van de grond krijgen, dat je veel meer ruimte moet creëren om het te laten plaatsvinden, maar ook om het toe te passen. En dat is een van de redenen geweest waarom ik heb gezegd, als iemand nou iets heel moois heeft uitgevonden, waar de patiënt enorm veel beter van lijkt te worden,
Dan hebben we een pakket en dan moet je alles helemaal hebben onderzocht. De therapeutische meerwaarde moet je bewijzen. Je moet bewijzen dat het kosteffectief is. En dat kunnen eenpitters of kleine groepjes die dat ontwikkelen, die kunnen dat vaak niet. Een grote farmaceutische industrie kan dat al. Met heel veel patiënten kan dat veel makkelijker. Een farmaceutische industrie met een biotechbedrijfje met heel weinig patiënten kan dat ook al veel moeilijker. En dus hebben we de tijdelijke toelating ontworpen, waarin we zeggen, dit is zo'n veelbelovende innovatie. Wij vergoeden dat op een tijdelijke basis. In de jaren dat we het vergoeden, moet degene die het ontwikkeld heeft, de fabrikant, dat groepje enthousiastelingen, die moeten therapeutische meerwaarde aantonen en de kosteneffectiviteit. Ja, en de grote vraag is natuurlijk het kwaliteitsinstituut. Ja. Hoe kijkt u daar tegenaan? Ik denk dat het kwaliteitsinstituut ontzettend een belangrijke rol kan spelen. Ik wil echt een instituut wat zo licht mogelijk is. Hè? Dus niet met marmeren gangen en mooie auto's en zo. Een instituut wat ook met zijn poten in de modder staat. Waar niet allemaal beroepsadviseurs zitten, maar waar we mensen betrekken uit het veld. Maar waar ik eigenlijk toe oproep is moed bij iedereen die graag wil dat we naar dit systeem gaan, zodat we het beste zo snel mogelijk aan ons patiënt kunnen leveren. Dat hij ook de verantwoordelijkheid neemt, ook de artsen, ook de fabrikanten. Van jongens, wij hebben het gewoon niet gered. Het is gewoon eigenlijk het heeft niet zoveel meerwaarde. Jammer, maar het gaat er dan ook uit. Goed, leuk geprobeerd. Ja. Daar moeten we met z'n allen naartoe. En dat is niet een verantwoordelijkheid van één iemand, maar van ons allemaal om dat systeem te bewaken. Ja. Misschien meteen nog een tweede toverwoord er tegenaan gooien, waar natuurlijk de zaal ook veel over zal praten vandaag. Marktwerking. Gaat commercialisering van de zorg nu helpen om deze processen te versnellen, of is het juist belemmerend? Ja, ik denk dat de discussie over marktwerking in de zorg heel veel kapot heeft gemaakt in de zorg. Want het wordt een soort ideologische discussie, waardoor er helemaal niet meer praktisch wordt gekeken wat er nodig is. Dus ja, marktwerking in de zorg, ik vind het hoogstens een middel op een klein deeltje van de zorg. Maar laten we wel wezen, ik sta voor de publieke randvoorwaarden, voor dat iedereen die het nodig heeft zorg krijgt. Dat het betaalbaar is, ook voor mensen met een kleine portemonnee. Dat het van kwaliteit, de kwaliteit goed is en dat we daar een staatstoezicht op hebben. Dat het toegankelijk is, dat betekent niet alleen voor mensen met een lage beurs, maar ook gewoon puur fysiek bereikbaar is. Ik vind, de overheid heeft allerlei eisen gesteld aan die gezondheidszorg. Die bewaken wij ook. Iedereen is verplicht verzekerd. Daartegenover staat dat iedere verzekeraar iedereen verplicht moet aannemen. Ja, welke markt heeft dat eigenlijk? Dan wil ik toch even een sprongetje in de tijd maken. En nou bent u straks 80. Hè? Laten we zeggen dat dat nog 50 jaar duurt. Hè? En hoe ziet de wereld er dan uit? Ja, het is iets eerder aan de orde, maar ik denk dat het. We zien in heel veel sectoren hoe internet of e-oplossingen het leven veranderen. En ik denk dat daar we een enorme revolutie gaan zien in de gezondheidszorg. Je hoeft niet een specialist altijd bij jou in een ziekenhuis te hebben om hem te kunnen consulteren, om te kunnen samenwerken. Ik denk echt dat we die ziekenhuizen die nu nog gebouwd worden met al die bedden waarvan we weten, waarvan we echt met angst en vrezen kijken, hoe krijgen ze die vol? We zien gewoon dat dat soort ontwikkelingen de zorg drastisch gaan veranderen. Tot slot, een zaal vol met deelnemers die wachten op een woord van de minister. Welke take-home message wilt u aan deze bomvolle zaal geven? Nou, ontzettend belangrijk is, zoek de samenwerking tussen partijen die hiermee bezig zijn. Hè? Dus overheid, wetenschap, bedrijfsleven, zorg. Mijt elkaar niet, maar ga nou juist elkaars opzoeken. Want ik denk dat er dan nog veel mooiere dingen ontstaan. En probeer samen dat gevecht aan te gaan. Geweldig. Zeer veel dank voor dit leuke interview. Graag gedaan.